Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een schutting kan monteren. Wat hebben we er allemaal voor nodig? Nou, we beginnen met een palenboor. Met deze palenboor kunnen we de palen in de grond boren. Verder hebben we nodig een waterpas, een hamer. Dit is een hele grote hamer. Dat mag ook een houten hamer zijn. We hebben piketpalen om de draad aan te zetten. Een rolmaat, een klauwhamer, boordjes voor in de boormachine en een schroefmachine. Dat kan natuurlijk ook 2-in-1 zijn. Verder hebben we schroeven nodig, de steunen om de schutting aan te hangen, verschillende soorten. We hebben nodig een afstandhouder voor tussen de palen in, zodat we weten welke afstand we nodig hebben. Een trapje en natuurlijk de schuttingen. Hoe gaan we dan beginnen? We gaan beginnen met die piketpalen erin slaan om de richting te bepalen. In dit geval zetten we hem 30 centimeter vanaf de band. Dus we meten vanaf de band 30 centimeter en daar slaan we een paaltje in de grond. Vervolgens maken we het touw aan het piketpaaltje vast. En zorg er dan ook voor dat het touwtje goed strak staat, zodat hij niet tijdens het schutting plaatsen, dat hij slap gaat hangen, zodat je een bocht krijgt in je schutting. We pakken de palenboor. Nu gaan we even meten. We hebben een schutting van 1,80 meter hoog in dit geval. En we hebben een paal van 2,75 meter. We willen ongeveer 75 centimeter de grond in. We meten vanaf de onderkant tot aan 75 centimeter. In dit geval heb ik het al gedaan. Er zit hier een plakbandje omheen, zodat we weten tot hoe ver we in de grond moeten boren. Dat is makkelijk. Schutting zetten is een mooi klusje, maar niet zo handig als je het alleen moet doen. Dus vandaag heb ik hulp met het schutting plaatsen. Hier hebben we een hardhouten paal. Uiteraard kan je ook vele andere houtsoorten gebruiken. Of zelfs een betonnen paal. De paal laten we in de grond zakken. In het gat. En het gat is natuurlijk iets ruimer. Is ruimer als de paal dik is. En nu moet je ervoor zorgen dat hij dus aan de lijn blijft staan. En ook nog waterpas is. En daarvoor hadden we de waterpas. We kunnen hem nu dus waterpas stellen. En je moet ervoor zorgen dat op het moment dat hij waterpas, dat hij aan het lijntje staat. Dus dat hij tegen de lijn aan staat. Nu staat hij goed. En nu ga je met de ijzeren hamer op de trap. En sla hem het laatste stukje, sla hem in de grond, zodat hij stabiel staat.
Het opvullen van het gat kan je doen met de grond die eruit komt. Maar uiteraard kan je dat ook doen met beton of met een beetje zand. In dit geval doe ik het met grond. En gebruik ik het maatlatje ook even om hem aan te stampen. Zodat hij stabiel staat. Uiteraard duurt het wel een aantal dagen voordat je schutting helemaal stabiel staat. Omdat de grond zich nog moet zetten. Vervolgens gaan we naar de volgende paal. Zo weten we precies waar de volgende paal komt te staan. Tegen de lijn aan, tegen de maatlat aan. En die maatlat is in dit geval 1,80 meter. We hebben nu de richting bepaald door de lijn. We gaan nu ook nog de hoogte bepalen. En hoe doe je dat? We meten nu, we hebben de palen geplaatst. En die meten we vanaf de bovenkant op 1,80 meter. Op 1,80 meter komt de onderkant van je tuinscherm. Hoe krijg je nou de tweede paal ook waterpas? We weten dat deze paal de goede hoogte is. Willen we de tweede paal ook doen? Dat kan je doen door middel van een laser. Maar ja, uiteraard heeft niet iedereen een laser. Dus we hebben daar iets moois voor bedacht. We hebben een paal. Isaac heeft houdt hem even vast. Vervolgens leggen we daar een waterpas bovenop. En dan zien we dat de rechtse paal nog moet zakken. We halen de paal er even af. Uiteraard kan het ook natuurlijk dat je paal niet meer wil zakken, omdat je natuurlijk al te diep in de grond zit. We leggen het waterpas op de paal en vervolgens zien we nu dat hij nog steeds te hoog is. Daarom laten we hem iets te langs opzakken tot op de goede hoogte, zodat hij waterpas is. En vervolgens zetten we een streep op de juiste hoogte en dat is dan gelijk de bovenkant van de schutting. Als je die streep erop hebt staan, dan weet je dat dat de bovenkant van je schutting is en kan je later, als de schutting hangt, kan je de paal nog afzagen. We hebben verschillende soorten schermsteunen. We hebben de vaste. Deze is geel verzinkt met een draad eraan vast met een kruiskop. Jullie hebben gezien dat ik die net in de paal draaide met een hamer. Je kan ook kiezen voor een andere variant. Deze hebben we ook in RVS, een schermsteun. Dit is een losse schermsteun. Die kan je gewoon met een schroef erin draaien en dat zal ik jullie laten zien. Maar kijken. Dat is het voor het snelle werken. Dan draaien we. We hebben de losse steun. Die houden we op de paal op de goede plek. Vervolgens hebben we de schroef. Die zetten we hierin, in het midden. Je pakt de boormachine zonder voorboren. En zorg er dan voor dat de schermsteun weer recht zit. En al deze verschillende schermen kan je natuurlijk vinden op vanviegen.com. Vandaag gaan we
een Douglas tuinscherm plaatsen. En dit is een 21 plank scherm. Hij heet Soldum, heet hij op onze website. En hij is uit voorraad leverbaar binnen 6 werkdagen. En we gaan nu kijken hoe kunnen we dat scherm erin maken. We moeten weten op welke hoogte dat het beslag komt. En het beslag zijn de steunen waarmee de schutting vasthangt. We meten tot aan het midden van de horizontale plank. Deze plank is 15 centimeter, dus dat wil zeggen 7,5 centimeter. En dan meten we door naar beneden. En aan de onderkant zit het midden op 1,62 meter. Dus vanaf de bovenkant van de paal op 7,5 centimeter en op 1,62 meter. Vervolgens gaan we naar de palen. En zetten we een streep op 7,5 centimeter. En een streep op 1,62 meter. Zo weten we precies waar het beslag moet. En ieder scherm zit met 4 steunen vast. Als je het L-beslag of schermsteun gaat gebruiken, moet je er altijd goed op letten. Als je een schutting aan twee kanten monteert, dan zie je dat deze elkaar gaan raken. Als je recht tegenover elkaar boort, zal het beslag tegen elkaar aankomen. Dus het is verstandig, als je met het volgende scherm verder gaat, dat je hem een centimeter lager erin boort. Dit is een hardhoutsoort, dus het is belangrijk dat dit voorgeboord wordt. Je kan hem enigszins met de hand erin draaien. Maar daarvoor gebruiken we ook de klauwhamer, zodat je hem makkelijk kan aandraaien. We gaan nu de schutting gaan we plaatsen en we gebruiken hiervoor RVS schroeven en een boormachine. En daarvoor zitten er 2 gaatjes in het beslag. Dan mag die nog iets omhoog. Ja, en dan zet je hem aan de binnenkant gelijk, zodat je schutting mooi aansluit op je paal. Dat doen we ook aan de andere kant. Dan mag die ook nog iets omhoog. En dan zorg dat je paal er goed tegenaan staat. Dat is de bovenkant. En ook aan de onderkant zetten we hem vast. Zoals je ziet hebben we nu een mooie, rechte, stabiele schutting staan. Deze schermen die kan je in vele soorten en maten krijgen. Uiteraard, dit is Douglas, maar we hebben ze ook in vuren, we hebben ze in hardhout, we hebben ze zelfs in bamboe. Nou, al deze schermen kan je vinden op onze website www.vanvliegen.com. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.